De wijk van de week is deze keer het centrum van wijkbeduursteden. Met als het levendige hart de markt, met de grote kerk en zeker met dit mooie weer de gezelligheid in de Peperstraat. Vandaag is het jammer genoeg nat, maar dat maakt het gewoon anders mooi. Even over het centrum. Wat nu als het centrum wordt aangeduid, was lange tijd eigenlijk gewoon de stad wijkbeduursteden. Totdat de nieuwbouw kwam en allemaal nieuwe wijken ontstonden en de stad groeide. Maar het oude deel binnen de singels is toch waar het allemaal gebeurt. Met alle winkeltjes, restaurants, cafés, kunstgalerie's en het theater is er altijd iets te doen. Dat is voor veel mensen al een reden om hier te willen wonen. Verder natuurlijk ook om de karakteristieke stadswoningen. Een aantal is al heel wat honderden jaren oud, waarvan sommige beschermd stadsgezicht zijn. Andere zijn recenter, maar wel mooi passend in het straatbeeld. En de variatie in huizen is groot. Een gezinswoning, benedenwoning, bovenwoning, met tuin of een balkon. Zo is er voor ieder wat wils. Dat maakt ook dat de leeftijden van de bewoners varieert van jong tot oud. Wat maakt het nog meer zo bijzonder om in het centrum te wonen? Nou, wat dacht je van een kasteel dat bij sommige mensen letterlijk in de achtertuin ligt? Ook even met een blauwe lucht. Of de stadswal met molen met de unieke doorgang. Al hangt hij dan weer niet als die andere bekende molen uit wijk in het Rijksmuseum. En dan natuurlijk de haven. Wie kijkt er niet uit naar dit soort dagen? Op dit moment zijn ongeveer 140 woningen te koop in wijkbeduursteden. 10% bevindt zich daarvan in het centrum, wat zo'n ongeveer 650 huishoudens stelt. De prijzen variëren van 140.000 tot zelfs over de 2 miljoen. Maar ben jij op zoek naar een leuke woning in het historische centrum van wijkbeduursteden? Bel me en wie weet vinden we jouw gedroomde stadswoning.